Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Te gast is vandaag Jos Maassen. Jos, je bent van de MOOC Factory. Laten we even bij MOOC beginnen. MOOC is een begrip uit het onderwijs. Eerst even bij de afkorting. Waar staat MOOC voor? MOOC staat voor Massive Open Online Course. Wat betekent dat? Een cursus toegankelijk voor onbeperkt aantal deelnemers en het is online. Ja. En waarom is ooit bedacht dat onbeperkt een extra waarde heeft? Waarom is dat beter dan beperkt? Nou, omdat je denk ik heel veel verschillende inzichten. De studenten gaan met elkaar kennis delen. En hoe meer studenten dat zijn, vanuit verschillende achtergronden, hoe interessanter dat is. En überhaupt om studentenaantallen zoveel mogelijk binnen te krijgen op een universiteit. Of het nou klassikaal is of online. Dus puur massa creëren. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een MOOC? Nou, de MOOC zoals de meeste mensen die kennen, vanuit bijvoorbeeld platformen zoals Coursera of Udacity, is online colleges volgen van professoren die opgenomen zijn. Zo zijn de MOOCs begonnen. Hey, wat doen jullie dan, MOOC Factory? Ja, wij helpen bedrijven, onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen om zelf MOOCs te maken. Dus niet alleen namens een universiteit, maar ook namens overheid of bedrijfsleven. En het kan naar buiten toe, dat de hele wereld dus deel kan nemen in een cursus. Maar het kan ook afgesloten binnen een bedrijf zijn. Dan spreken we eigenlijk van een SPOC, Small Private Online Course. Dat is een groep besloten. MOOC meer. Nee, is een andere factory, hè? Is een andere factory. Is een verbastering van de MOOC, ja. Maar dan een besloten omgeving. Ja. En wij faciliteren bedrijven zodat ze dat zelf kunnen inrichten. En okay. We hebben daar een platform voor, wat gebaseerd is op social learning. Hey, en als je bedrijven faciliteert om dat zelf in te richten, wat zijn dan de bijzondere, unieke kenmerken van zo'n platform? Waarvoor ze jullie dan nodig hebben? Ja, de platformen die ik net noemde. Ik vraag het omdat het lijkt me niet zo wel ingewikkeld als je een cursus wil organiseren voor een beperkt aantal mensen. Nee, klopt. Ik zei net al, social learning, ons platform, leerplatform, is gebaseerd op social learning. Dus de deelnemers gaan met elkaar kennis delen in het platform. Ja. En de MOOCs vanuit de universiteiten, zoals Coursera, Udacity, Udemy, dat noemen ze ook wel X-MOOCs van Extended, is meer het zenden. Ja. En we hebben een C-MOOC-platform, de C van connectivisme. Dus de deelnemers gaan met elkaar kennis delen. En ja, maar even om het helemaal plat te slaan en uit te leggen aan onze kijkers. Ja. Wij hebben nu een live uitzending, we hebben een stream, dus een college. En we hebben een Twitter backchannel, dus daar kunnen mensen interactief kennis delen en uitwisselen en elkaar. Wat is het verschil tussen wat wij doen en wat jullie doen? Nou, het is eigenlijk ook, zit een didactische structuur achter, dus meer een cursus ook. Dus je hebt hoofdstukken, maar wij noemen dat levels. Ja. Want je kunt er punten verdienen, er zit een vorm van gamification in, maar daar komen we misschien dadelijk wel op. Ja. De cursus, het is echt een cursus, dus niet fragmentarisch wat thema's en losse onderwerpen, maar als een cursus opgebouwd. En het kan ook zijn in verdieping qua thema's, dat het steeds moeilijker wordt, of verrijking. Of... Hey, maar bij een cursus is het doorgaans nog steeds zo dat je bijvoorbeeld naar een wekelijks college gaat, hè, zeg maar. En dan leer je elke keer een ander deel van het onderwerp waar je in geïnteresseerd bent. Jij benadrukt bij jullie dat social learning gedeelte. Welke rol speelt zeg maar, de groep die meedoet in zo'n cursus? En welke rol speelt het gedeelte wat eigenlijk al vastlegt? Hoe ziet dat er anders uit, dat social learning? Ja, het leerplatform wordt gevuld met content. Dat kunnen zijn filmpjes, blogs, artikelen, infographics. Die wordt door die organisatie zelf in een platform gezet. Daarna worden de deelnemers, dus studenten of de deelnemers uitgenodigd om daarover met elkaar kennis te delen aan de hand van vragen die daarna staan. Dat zijn open vragen, dat is een dialoog. Het is niet een toetsvraag of je de content begrepen hebt, maar meer ervaring en kennis uitwisselen. En die kennis die dan ontstaat, die is juist dynamisch. Dus de content die er al in staat, zoals filmpjes, blogs, foto's, whatever, dat is iets vaststaans, dat is er. Maar de discussie daarnaast, de dialoog, dat is juist de kenniscreatie. Dat is dynamisch. En de platformaanbieder, die kan daarna in een volgende level misschien wel een samenvatting daarvan maken. Dus die kan hem ook dynamisch de onderwerpen laten zijn met een nieuwe blog of een nieuw filmpje. Of... Kun je eens voorbeelden geven van cursussen die... Onlangs heeft Capgemini een MOOC aangeboden, een Massive Open Online Course, over Innovative Digital Trends. En die hadden ze wereldwijd in Engelse taal opengezet. Maar liefst 2000 deelnemers hebben daarover met elkaar kennis gedeeld in 4 weken tijd, aan de hand van 4 thema's.
Zoals bijvoorbeeld cloud, automation, robotics en artificial intelligence. Dus ze hebben er zelf content in gezet, aangeboden en de deelnemers uitgedaagd om met elkaar kennis over die thema's te delen. Dat is bijvoorbeeld een voorbeeld vanuit Capgemini. Nou, Ordina heeft een paar maanden eerder een MOOC aangeboden over DevOps, Development Operations. Eigenlijk om hetzelfde principe, ook als marketing, maar ook om kennis te delen met de markt. Maar je bent kennis aan het delen met de markt, want je krijgt als organisatie ook heel veel kennis terug van al die deelnemers, die allemaal vanuit verschillende achtergronden met kennis komen. Hey, normaal gesproken bij een cursus is het zo, die loopt zeg maar een aantal weken, je hebt een aantal lessen, je hebt materiaal wat je moet bestuderen, ja. Je hebt misschien vragen die je moet beantwoorden. Aan het eind ervan, dan heb je bepaalde kennis opgedaan en dan ben je geslaagd of gezakt. Dat is hoe het vaak klassiek gaat. Maar wanneer is nou in zo'n voorbeeld van jullie, waar dus het publiek zelf een belangrijke rol speelt, wanneer is de cursus geslaagd? Ja, dat is een goede vraag. Wij denken dat de organisatie moet bepalen of het geslaagd is. Maar wij zijn van mening dat die deelnemer zelf bepaalt of het geslaagd is. Jij wil iets leren. Je haakt ook af wanneer je wil. Je gaat door wanneer je wil. Je gaat bijdragen wanneer je wil. Dus dat bepaalt de lerende zelf. Die bepaalt of iets geslaagd of dat je iets geleerd hebt. En waarom zou je überhaupt eigenlijk een certificaat willen? Of dan wil niet zeggen dat een cursus geslaagd is of niet. Dus wij laten het bij de lerende zelf. Die bepaalt of het er iets van geleerd heeft. Dus het is absoluut geen klassieke cursus in de zin van dat je eindigt met een diploma of een... Je zou er een certificaat aan kunnen koppelen. Omdat je meegedaan hebt. Omdat je mee hebt gedaan of je bent voldoende actief geweest. Ja, en hoe beoordeel je dat dan? Ja, dat is een vorm van gamification, meer op basis van activiteit. Maar leg dat eens uit, want ik zag al, je kunt dan weer opmerkingen van anderen liken. Ja. En weet je, dat heeft dat bekende sociale karakter. Ja. We weten natuurlijk allemaal dat dat soms ook heel oppervlakkig is. Dat interactie niet altijd de inhoud heeft. Klopt. En dat spreek ik ook niet tegen. Maar de gamification die er nu in zit, die wij erin hebben gebouwd, is meer op basis van activiteit. Dus als je dingen bekijkt, als je reageert op anderen, als je überhaupt zelf een antwoord geeft. Of dat je zelf content, nieuwe content toevoegt. Dus zelf met een blog komt, of een filmpje, of een artikel. Nou, dat wordt beloond aan de hand van punten verdienen. Experience points noemen we dat. Dan kun je een certificaat voor krijgen of badges verdienen uit de padvinderij, de badges. Yeah. Die gaan trouwens weer terugkomen in het onderwijs. Maar dat is een vorm van gamification op basis van activiteit, je betrokkenheid. Niet op basis van misschien hele goede antwoorden. Dat zou ook nog kunnen, dat een online moderator, want die is cruciaal in de MOOC trouwens, in onze MOOCs. Die zou dat nog extra kunnen waarderen aan de hand van jouw goede antwoorden. Ik las wel ergens op jullie eigen site, handig om te weten. Ja. Een leerling noem je een deelnemer. En de docent noem je een moderator. Dus dat even jargon. Ja. Maar is wel iets anders, toch? Of niet? Is een moderator hetzelfde als een docent? Ik denk dat de docent tegenwoordig een nieuwe rol gaat krijgen. En dat kan ook zijn online modereren. Dus faciliteren van het leren. Ja, dat noemen we in onze... Ja, nee, maar omdat klopt, maar even een moderator. Jargon, klopt, een moderator. Vond ik het leuk dat jullie het op je eigen site hadden gezet. Ja. Handig om te weten. Ja. Ja. Hey, waarom is dit een belangrijke ontwikkeling? Waarom is het belangrijk dat dit nu kan? Nou, ik denk als je deelnemers met verschillende achtergronden, kennis en ervaringen bij elkaar brengt, kom je tot nieuwe kennis. En ik denk dat we het nog compleet niet benutten als we kennis bij elkaar brengen. Dat kan binnen een organisatie zijn, maar wat denk je, zoals ik net zei, Capgemini en Ordina, die de kennis naar buiten delen, ze krijgen kennis terug, wat je dat oplevert. Niet alleen naar marketing en naamsbekendheid, maar je krijgt gewoon nieuwe marktinformatie. Hoe mensen denken, waar ze tegenaan lopen. Nou, dat zijn volgens mij de nieuwe businessmodellen. En niet de cursussen waar je in één keer zoveel duizend euro's voor moet betalen. Ja. Een belangrijk ding aan die MOOCs is dat je kan, zeg maar, gewone online cursussen kan ik volgen en dan kan ik morgen beginnen of overmorgen of volgende week. Ja. En dan gaat ook gewoon 12 weken lang, bij wijze van spreken, ga ik die lessen volgen. Het verschil met social learning is dat het dat iedereen op hetzelfde moment het traject doorloopt, toch? Het is een maand lang of twee maanden lang of hoe lang je ook bepaalt. Ja, dat klopt. En het heeft te maken met weer die rol ook van de moderator. Dus je hebt een begin- en een eindtijd. Wellicht, wat ik net zei, de MOOC van Capgemini heeft 4 levels. 4 weken duurt die ook. Dat hebben we zo ontwikkeld samen met de klant. Maar dan weet de deelnemer ook waar hij aan toe is. Maar die moderator zal ook uren per dag vrij moeten maken om te modereren. Om al die discussies bij te houden en mensen uit te dagen. Dat kun je niet in lengte der dagen door laten gaan. En ik denk als een MOOC altijd open zou staan,
dan krijg je niet dat sociale element dat die mensen gelijkertijd in die week met elkaar kennis delen. Dat is er dan niet. Nee. Dus daarom heb je een begin- en een eindtijd. Ja. Je zei, je hebt ze open en gesloten. Waarom doen bedrijven ze gesloten? Omdat wellicht het interessant is voor medewerkers om met elkaar kennis te delen over bedrijfsspecifieke informatie of producten, diensten, nieuwe kernwaarden, nieuwe propositie. Ja, die niet wil delen met... Maar het kan ook zijn dat je een SPOC, wat ik dus eigenlijk net zei, een small private, onder je medewerkers doet. Maar je nodigt een aantal experts uit van buiten die ook daarin deelnemen. Dan is toch je doelgroep nog steeds besloten. Dat is een keuze. Hey, hoeveel moeten jullie je best doen om dit idee aan bedrijven te verkopen? Zien zij het als nieuw? Is het voor u gewoon gesneden koek dat je op deze manier... Nee, dat is absoluut niet gesneden koek. En François Walgering en ik zijn 3,5 jaar geleden begonnen. Wij dachten, we gaan naar de hoofdopleidingen. Daar zit ook onze achtergrond en de opleidingsadviseurs. Maar de laatste tijd doen we veel meer zaken met innovatiemanagers en directeuren marketing. Projectleiders, ondernemers. En vooral vanuit de marketing wordt nu de waarde ingeschat van het aanbieden van een MOOC. Want het heeft ook een hele marketingwaarde. Maar absoluut geen gesneden koek. Absoluut niet. Dus wat zijn de misverstanden of de grootste drempels die je moet overwinnen? Nou, binnen een bedrijf, als we het weer over SPOCs hebben, zijn er wel eens managers die zeggen, ja, maar onze mensen gaan toch niet daarop kennis delen. Onze mensen gaan dat niet in hun eigen tijd doen. Niet iedereen is online. Die argumenten. Maar dat zijn naar mijn idee geen argumenten, want dan ga je nooit experimenteren en pilots aan. En wat we ook wel eens horen, in MOOC naar buiten aanbieden, ja, maar dan geef je de kennis dus weg. Ja, natuurlijk geef je kennis weg. Er is veel meer kennis buiten dan binnen. Dus, maar dat zijn wel eens argumenten waar we mee te maken hebben. Ja, ja ik beken hier onmiddellijk dat ik nog nooit van jullie had gehoord en ook nog nooit van een MOOC. Ja. Ik zit niet in het onderwijscircuit, maar hoe lang zijn jullie bezig hiermee? Wij zijn 3,5 jaar hiermee bezig en middels 90 klanten. En het kan zijn... Noem eens een paar prominente klanten waar je trots op bent. Nou, KNV Koophandel, Avans Plus, Capgemini, Vodafone, Ziggo, ROC Midden-Nederland. Prominente namen dus. Ja, prominente namen, binnenlandse zaken. 3,5 jaar bezig. Jullie zijn een technologiebedrijf in die zin dat je zei aan het begin, we hebben een platform gebouwd om dit te faciliteren. Ja. Beschrijf eens hoe je dat de afgelopen 3,5 jaar voor elkaar hebt gekregen. Want het is een nieuwe ontwikkeling. Waar heb je het hardste aan moeten trekken? Nou ja, de MOOCs, de mensen waar wij kwamen, kenden wel MOOCs van universiteiten. Maar niet dat je met een MOOC namens een organisatie een MOOC aanbiedt. Dat was helemaal nieuw. Dus ik ben wel naar directeur marketing zijn we gegaan om dat idee eens te ventileren. Kijk, we vragen nul op request. Ja, hoezo ga je een MOOC namens een bedrijf aanbieden? Totdat er een eerste zegt, oké, ik ga die pilot aan. Een experiment aan. En met dat experiment zijn we naar andere klanten gegaan. En dan zien ze voorbeelden. En zo gaat het van het een naar het ander. En zo hebben we dus heel veel klanten gekregen. En zinkt zich dat rond. Nou, we zijn zelf vrij actief op social media. Met bloggen, met twitteren, presentaties geven. Ik denk dat we de afgelopen 3 jaar misschien wel meer dan 250 presentaties hebben gegeven. Doen we allemaal ook vrijblijvend. Dat is gratis, is puur sales eigenlijk. Ja. En waar ik ook wel in geloof is dat die klant komt zelf ook weer met nieuwe leads. Van hey Jos en François, ik denk dat het interessant is dat dit moet je ook daar en daar laten zien. En dan gaan we daarheen. Hey, en ik zag bij jullie op je website dat jullie met z'n tweeën zijn. Ja. En je hebt het over een hele mooie rij vrij prominente klanten. Betekent dat je platform 100% geautomatiseerd en schaalbaar is? Nee, wij willen ook absoluut met z'n tweeën blijven. We hebben wel freelancers, maar we willen heel flexibel blijven. Maar we leiden klanten op, zodat ze zelf die cursussen gaan ontwikkelen. Ja, maar wie heeft het platform gebouwd? Heb je ontwikkelaars in dienst? Dat is in Oxford gebeurd door HT2 Labs, een bedrijf in Engeland. Ja. Ja. Die hebben het ontwikkeld. Ja. En wij gewoon voor betaald. En hoeven we niet meer naar om te kijken, want er zit een heel innovatieteam helemaal achter. Ja. Dus wij hebben de rechten voor. Ja. We hebben de rechten voor de Benelux. Ja. En je betaalt daar gewoon een licentiefee voor. Ja. Klopt. En wij leiden klanten op zodat ze zelfstandig die cursussen maken. Als een klant tegen ons zegt: hey Jos, je moet een MOOC maken, of wil je, dan gaan we dat niet doen. Ja. Eigenaarschap leggen we bij de klant. En daarna zijn wij weer weg, gaan we naar andere klanten. Maar die klant die
die kan weer zelf in die omgeving, want elke heeft een eigen... In principe, als je een beetje weet hoe het werkt, kun je 100% zonder jullie betrokkenheid... Klopt. Zo'n MOOC... En dan betaal je per deel. Dat is een soort abonnement dat je voor een groep gebruikers betaalt die in een MOOC zitten. Maar zo zijn er ook bedrijven die hebben inmiddels 5 MOOCs gebouwd op hetzelfde platform. Ja. En die betalen dan een soort abonnement hosting, want wij moeten zorgen dat de data secure blijft, dat de website in de lucht blijft, et cetera. Ja. Hey, ik vind die visie wel grappig, want we hebben hier heel veel start-ups aan tafel die meestal heel veel geld gaan ophalen en dan grote teams met 40, 50 man. We zijn met nul begonnen. Ja. Maar jullie doen echt het omgekeerde, hè? Ja. Klein team, niks, niet zelf bouwen, maar in licentie. Ja. Ja. Vertel eens waarom je dat doet. Nou ja, François en ik, we hebben goed gekozen waar we goed in zijn. En ik denk dat dat is netwerken. Ja. En didactische achtergrond hebben we. En jullie komen allebei uit het onderwijs? Ja, klopt. Ja. En wij vinden het interessant en leuk om bedrijven te begeleiden om het social learning te faciliteren. En lekker klein blijven. We hebben een principe dat we belangrijke beslissingen binnen 3 minuten moeten maken. Zo niet, is het niet goed. Ja, wat vind ik grappig dat hij dat zegt. Ik was een keer bij een bedrijfje in Almere. Die maakte toepassingen in de sportsoftware. Er waren ook 2 founders. En die hadden een kantoor dat zat aan een parkje. Die zeiden, als we keuzes moeten maken, dat was een rondje. Kon je zo door het park lopen. Dat deden ze ongeveer 8 minuten over. Ja. En de regel was, dat was de tijd die ze namen om keuzes te maken. Weet je? Ze hadden ook een dagelijkse vergadering, duurde ook 8 minuten. Ja, maar dat vinden wij ook heerlijk. We wonen geografisch ook al uit elkaar. We zien elkaar niet zo heel veel, maar we bellen elkaar 10 keer per dag. Appen, FaceTime, Skype, et cetera. Ieder doet zijn eigen ding. Maar vooral doen geen kantoor? We hebben een kantoor waar we 1 dag in de week zitten. Toevallig in Brabant zit ik en François zit in Alkmaar. Maar de rest zitten we bij klanten. En dat is ook een start-up bedrijf. Of start-up locatie waar allemaal start-ups zitten. En dan huren we eigenlijk gewoon een ruimte. Ja, en want je noemde een flink aantal klanten. Zijn dat mensen die je een keer geholpen hebt? Of heb je ook echt recurring, echt een groeiende groep vaste klanten? Oh ja, klanten? Vooral ook de recurring die eenmaal het platform hebben. Want groeicijfers, vertel daar eens wat over. Groeicijfers, wij vinden vooral de verspreiding van klanten belangrijk. Natuurlijk heb ik net een paar mooie namen opgenoemd. Dat zijn ook klanten die door de jaren heen gebleven zijn. En nu zijn we juist ook naar België in het gaan, om daar de markt te verkennen. De eerste klant hebben we daar al. Maar de afgelopen jaren hebben we flinke groeicijfers überhaupt gemaakt. En vooral van het jaar 1 naar 2. Dat zijn mooie cijfers inderdaad. Ja. Hey, jullie kiezen ervoor om bedrijven te helpen MOOCs in te zetten. Waarom zeg ik dat? Johan Schaap vraagt, hebben jullie ook MOOCs op elk niveau? Dus ook bijvoorbeeld voor vakmensen op mbo-niveau. En bieden jullie ook MOOCs rond 21e eeuwse vaardigheden? Maar jullie bieden geen MOOCs aan. Jullie helpen bedrijven aan te bieden. Maar jullie hebben daar, ik neem aan dat je het ook overwogen hebt, hè? Ja. Was er geen markt voor jullie om te denken, wij gaan gewoon zelf de plek worden waar je op elk niveau en over elk onderwerp, zeg maar, MOOCs kan vinden? Ja, dat klopt. Dat hebben we wel overwogen, maar we kwamen er al snel achter. Als we met een klant hebben over de inhoud van een cursus, gaat de discussie veel sneller in 1 keer daarover. En wij willen het juist hebben over social learning en het faciliteren met het platform. In plaats van bijvoorbeeld een cursus over drones. Ja, dan heb je het opeens over drones. Maar niet meer over het platform met social learning. En er zijn al zoveel content aanbieders. Ja, waarom zou ik dan zelf weer content gaan aanbieden of hergebruiken? Het kan wel zo zijn dat de klant zegt, hey Jos, we willen een MOOC maken over e-health. Dan zou ik wel een partner weten die bijvoorbeeld content heeft. En die kan ik dan puur in contact brengen met mijn klant. En samen gaan zij dan die MOOC vullen of SPOC vullen. Maar wij willen ons niet met de inhoud bezighouden. Wat we wel hebben gedaan toen we MOOC Factory gestart zijn, hebben we zelf een MOOC aangeboden over social learning. In een sociaal leerplatform. Nou, daar hadden we 1000 mensen in. Maar jullie kunnen raden waar onze eerste klanten vandaan kwamen. Ja, maar dat waren ook gewoon MOOCs die open stonden voor individuen. Daar kon iedereen... Ja, iedereen kon erin. Ja. En op MOOCademy.org, ook een website van ons, bieden wij MOOCs. Daar zetten wij de MOOCs van onze klanten neer. Dus als een klant wil dat het openbaar is, dan bieden wij ze gratis aan om dat ook op MOOCademy.org te zetten. En daar vind je MOOCs. Oké. Maar met je eens... Dus daar heb je ook nog weer een platform bovenop gezet, waar je die kennis van je klanten eigenlijk kunt delen. Klopt. Ja. Hey, hoe groot... Het gaat over social learning, je zou kunnen zeggen, het gaat over communities rondom thema's. Een belangrijk onderwerp daar is altijd van, weet je wel, wat is nou een soort ideale
grootte van een groep? Wanneer werkt iets wel, wanneer werkt iets niet? Wanneer wordt het onpersoonlijk? Wanneer is het nog, ja. Heb je het gevoel dat je met z'n allen iets aan het doen bent? Ja. Die MOOC zijn bedacht om groter te zijn. Ja. Maar is dat de beste vorm? Nee, toch? Groter is toch niet beter? Nee, groter is niet beter. En in de MOOC van Ordina over DevOps, waar naar mijn idee, moet ik even terugdenken, 1600 deelnemers. Maar er was een hele grote groep moderatoren die dat begeleid hebben. Dus als je met een grotere groep moderatoren kun je ook meer mensen aan. Maar in bepaalde spoks zitten bijvoorbeeld 100 mensen, worden uitgenodigd. 100 mensen binnen een bedrijf. Het kan ook heel actief zijn als die 100 mensen ook deelnemen. Als ze actief zijn. En dat is de uitdaging om ze actief te houden en door te vragen en te enthousiasmeren en te triggeren. Ik heb niet een getal voor ogen wanneer het een goede aantal deelnemers is of niet. En ik heb wel eens reacties van deelnemers gehoord van hé, maar ik zie nou zoveel honderden reacties voorbij schieten. Ik ben mijn overzicht kwijt. Terwijl een ander zegt, ik scroll door 10 reacties en dan heb ik een beeld. En daarmee heb ik voor mezelf het doel bereikt en dan gaan we door. Ja. Dus dat is ook voor ieder weer anders om hoe die dat beleeft. Ja, ik zie bij heel veel verschuivingen van offline naar online. Hè. Dus dit is ook zo'n voorbeeld van waarom zou je leren niet online kunnen doen. Zie ik ook op een gegeven moment weer de backlash. Ja. En dan zie je van is het allemaal online. We willen uiteindelijk gewoon ook gewoon met een klein groepje mensen face-to-face brainstormen over dingen. Ja. Wat er nou gebeurt, als ik je meteen mag aanvullen, dat wij ook wel adviseren. Waarom zou je dan niet een live event aan koppelen? Dus bijvoorbeeld bij Ordina, die had na afloop van de MOOC een face-to-face bijeenkomst. En degene die wilde, konden gratis na die bijeenkomst komen en we verder praten over de onderwerpen die in de MOOC. Maar het mooie was, dus online en offline wordt gecombineerd, maar die mensen ontmoeten elkaar dus weer. Oh, dus jij was die en die en die. En dan een selecte groep, die ook trouwens heel actief waren in die MOOC, die waren dus weer bij dat live event aanwezig. Ja, maar heb je daar nou ook onderzoek naar gedaan? Want ik kan me ook heel goed voorstellen dat voor veel bedrijven, weet je, de vraag is uiteindelijk, wat is effectiever? Ja. Van, heeft het meer zin om een middag te faciliteren waar 50 mensen bij elkaar kunnen gaan zitten om over bepaalde onderwerpen te brainstormen? Of ga je nou dit soort online dingen doen? Ja, we hebben in 3,5 jaar tijd 12 stagiaires gehad. En dat is onderzoek met de Universiteit Utrecht, Tilburg, Nijmegen, Utrecht. En die doen daar ook onderzoek naar de toegevoegde waarde van social learning. Ook wel met een experimentele groep. Dus mensen die puur klassikaal bij elkaar komen of online. Of de combinatie, dus online en klassikaal bij elkaar komen. Ja, en wat is het meest effectief? Nou, dat laatste zien we wel dat het ook wel effectief is. Dat die docent bijvoorbeeld ook extra de verdieping in kan gaan. Of een moderator of een kennisexpert, wat online al is gedeeld. Dat noemen we trouwens ook wel eens een beetje flipping the classroom. Je draait het eigenlijk om. De deelnemers gaan van tevoren kennis delen, voordat ze klassikaal bij elkaar komen. Ja. Maar ook daarin, de ene lerende vindt online weer fijn en de andere wil juist bij elkaar komen en de andere vindt de combinatie weer fijn. Dat is niet voor iedereen gelijk, die uitkomst. Dat bepaalt de lerende dus ook weer zelf, wat voor hem of haar ideaal is. Ja. Jij zegt wij hebben allebei een achtergrond in het onderwijs. Dus we weten hoe je dit soort dingen aanpakt. Vind jij het niet vervelend als bedrijven dat eigenlijk die MOOC Factory misbruiken om er gewoon een marketing ding van te maken? Om gewoon e-mailadressen binnen te halen, om daarna iets mee te kunnen doen? Dus dat niet hun doel is het onderwijsstuk, maar eigenlijk het doel gewoon marketing is? De klanten die wij tot nu toe hebben, daar is kennis. Marketing is een doel van kan een doel zijn van een MOOC, maar vooral hoe leuk ze het vinden om met die deelnemers kennis te delen en daar die mensen weer te triggeren en uit te nodigen. Dat is wat wij tot nu toe terug horen waar het hen om te doen is. En om überhaupt dus om het te experimenteren, om er mee te gaan doen. En we zien wel waar het schip strandt. Ja. Dat is denk ik ook wel inherent aan deze tijd om eens uit te gaan proberen. En kennis terug te halen van wat in de markt allemaal beweegt. Hey, jullie hebben in de afgelopen 3,5 jaar een prachtig bedrijfje opgebouwd. Of bedrijf, moet ik misschien zeggen. Jullie zijn met z'n tweeën. Als je nou eens een paar jaar vooruit kijkt, waar wil je staan over 5 jaar? Over 5 jaar is al ver. Je zei net van, we vinden het leuk, lekker klein blijven. Ja. Dat klinkt niet heel ambitieus. Ja, we hebben ambitie. Maar ik zie aan je dat je dat wel bent. Ja. We hebben de ambitie niet op zoveel medewerkers in dienst. We zijn inmiddels ook met twee andere labels begonnen. Dus we zijn een serie aan het bouwen. Dus naast MOOC Factory, LRS Factory en U Factory.
En YouFactory is dit jaar opgericht. You zegt het al van jou, gepersonaliseerd leren. Dus onze ambitie is wel te gaan met het naar gepersonaliseerd leren. Dus een lerende die logt in op een soort add-on layer, we noemen dat wel een landingspagina, maar aan de hand van jouw doelen die je wilt bereiken, ga je bijvoorbeeld cursussen of content samenstellen. Dat is wat we nou ook aan het doen zijn. Dus we zijn naast MOOC Factory twee andere labels op aan het zetten. En dat is nu onze ambitie om daarheen te gaan. We noemen dat ook wel Next Generation Eco Leersystemen. Onthoud ik. Ja, sorry voor het jargon, maar in de wereld van learning en development komen deze termen wel veelvuldig aan bod. Maar dan laat je dus eigenlijk het social stuk los. Nee, want in het achter het gepersonaliseerd leren kun je ook met anderen dus gaan leren. Dus weer het sociale element. Maar met MOOC Factory inderdaad is 100% social learning. Dus niet ambities om met mensen te groeien, maar meer in meegaan in de nieuwe trends. Of zelfs niet de golven volgen, maar de golven creëren. Dat is wat François en ik willen. Met nieuwe producten, om met de trends in de wereld mee te gaan. Maar niet alleen met MOOC Factory, maar meteen met andere labels. Ja, nou, ik zou het ontzettend leuk vinden als je daar over een paar jaar nog eens over komt vertellen. Waar jullie dan staan. Graag. En die trends met ons wil delen. Ik vond het heel interessant. Graag. Ja, heel erg bedankt. Dankjewel. En mag ook eens een cursus samen gaan doen, Stekel. Ja, het lijkt me wel geinig. Ja. Ja. Ze moeten even in de gaten houden. Of ja, het moet een beetje een onderwerp zijn wat jou aanspreekt natuurlijk. Ja, of een bedrijf. Jij bent wat breder dan ik. Dus, nee, helemaal niet. maar ik ben sowieso niet meer van het leren. Ik weet het allemaal al. Ja, dat is ook weer waar. Dat is ook wel prettig. Dat is ook wel prettig. Maar dan kan jij misschien wel een rol spelen als moderator. Ja, dat zijn we. Wie weet. We zoeken daar een onderwerp voor. Heel erg bedankt. Dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd PQR voor de hosting van de website. Jetstream uit Groningen voor de livestream. De biertjes van Bier & Co. Ik heb een... het zijn meestal van die prachtig vormgegeven biertjes. Je ziet het misschien niet allemaal, maar... hij is in ieder geval erg lekker die ik hier nu heb. Iets met Rogue is het. En heb ik nog meer mensen steken die ik moet bedanken? Freedom Lab natuurlijk, daar komen we vandaan. En dan zijn we er, hè? Ja. Oké. Kijk je live, blijf kijken. Kijk je on demand, dan weet je dat je al onze uitzendingen kunt terugzien. We beloven dat we voor het eind van het seizoen een keertje echt gaan tellen. Volgens mij tel ik er over het algemeen iets te veel bij op. Maar ergens tussen de 600 en 700 afleveringen hebben we op dit moment achter de rug. Kunnen allemaal zo in de MOOC Factory, Stekel? Ja, laten we wel. Wij kunnen een keer zelf starten. Ja, een innovatiecursus. Ja. Een MOOC, innovatie MOOC. Ja. Ja, vind ik content. Goed. Okay. Content is er al. Die is er. Dat is er. Daar ligt het in ieder geval niet aan. Moet je als een beetje helpen over hoe we dat bij de mensen brengen. Maar goed, daar komen we uit. Dankjewel. Dag.